Misschien moeten we eerst even naar een mooi moment toe. Een echt indrukwekkend moment. Jij genoot van de speech van Giovanni van Bronckhorst. Nou, ik vond dat zo fantastisch in deze tijden van ruwheid aan dit soort tafels en beledigingen en... En de meest gekke dingen worden hier geroepen. En die... Ja, nee, maar daar stoor ik me wel eens aan. Ja, ja. Daar hou je niet van. Klopt. Maar ja. Het gaat wel eens te ver. Zo'n Van Bronckhorst die dat zo keurig... Zo'n gentleman die dan zijn oma, zijn moeder, zijn vrouw bedankt. Fantastisch. Een prachtig boegbeeld voor die club. Gewoon een ouderwetse, nette jongen. Waar kom je die nog tegen? Ja, nou eigenlijk niet. Alleen ik kom iedere dag jou tegen. Ja. Nooit weg moeten doen. Nee, voor mij had hij zich nooit zijn hele leven bij Feyenoord nog een paar jaar door. Echt, joh. Die jongen die heeft echt het uiterste uit dat elftalletje geperst. Jij moet als trainer, weet je, hoe zou je slapen als je weet dat jouw centrum bestaat uit Bottergien en Sven van Beek? Niet zo goed. Dat doe je geen oog dicht. Nee, dan slaap je niet. Nee. Die jongen slaapt 3 dagen niet. Nee. En dan komt die wedstrijd en dan komt uit wat hij dacht. Ja. Ze kunnen er niks van. Nee. Nee, maar ik bedoel, die jongen, er zit echt niet meer in, weet je. En dan heeft hij natuurlijk de pech gehad, Johan. Met die wedstrijd tegen Ajax. Ja, dat is zijn pech. Dat is zijn pech. Dat we dat als graadmeter gaan nemen. Nee, dat is zijn pech. Ja. Weet je, dat opeens iedereen, Toornstra, Vilena, iedereen steeg opeens boven zichzelf uit. 1 dag. En daarna ging het weer gewoon het oude gangetje, weet je wel. En, maar dat is de pech geweest. Nee, ik denk niet dat Jaap Stam meer uit dit team haalt dan Van Bronckhorst. En wat jij zegt, Johan, het is zo'n nette, beschaafde jongen. En weet je, daar zouden wij als het ware een voorbeeld aan kunnen nemen. Nou, jij in ieder geval. Maar ja. Nee, maar weet je, het is nooit tegen die vierde man. Nooit tegen die scheidsrechter. Nooit. Nee. Weet je, en ja. Iedere club zou zo'n boegbeeld wensen. Had hem lekker trainen gehouden, man. Had er lekker een beetje een ander... Type rechterhand. Type rechterhand, weet ik veel. Van Gassi, ik ken hem niet en die Landzaat, maar... Maar ja. Ze hebben het goed gedaan. Er kwamen prijzen, jongen. 5 prijzen in 4 jaar. 5 prijzen? Ja, is toch goed? Ja, dat is perfect, man. En dan neemt hij afscheid, want en dan heeft hij het de hele week over Van Persie. Dat zie je hem dan. Ja, het is eindelijk zover. Hij is er. Heeft even geduurd, maar we hebben hem, hoor. De app. Voor meer leuke video's en het laatste voetbalnieuws. Download hem dus, de Veronica Insight app. Hij is er echt nu. Echt waar.